Het is gewoon noodzakelijk om risico's te nemen. Twee verschillende ondernemers ontmoeten elkaar voor het eerst. Wat doen ze anders? En waarin lijken ze op elkaar? Rabobank presenteert Kennismakers. In deze aflevering Klein en Groot over zoeken naar investeerders. Hoi. Hey. Mijn naam is Julian. Ik ben de oprichter van Somnox. En wij helpen mensen slapen met slaaprobots. Gezellig, met z'n tweeën. Ja. Ja, geen idee wat me te wachten stond eigenlijk. Ik ben benieuwd, waar ben jij druk mee? Ik heb de allereerste donkere poppen cadeauwinkel in Europa geopend. Oké. Okay. Mijn naam is Ellen Brudet en ik ben de eigenaresse van Colored Goodies. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Vertel eens. We waren al met z'n vieren toen wij startten. Maar we zijn nu in de afgelopen 4 jaar van 4 man naar ongeveer 30 man gegaan. Geweldig. Ja. En hoe zit dat bij jullie? We hebben sinds kort een bedrijfsleidster. Maar echt de bedrijfsvoering, dat hebben mijn partner en ik tot 2 maanden geleden echt met z'n tweeën gedaan. Zo. Toen hij zei hij heeft 30 mensen werken, toen dacht ik, dan moet ik nog maar komen. Ja. We hebben allemaal een investeerder, geloof ik, hè? Dat is deze week ga ik die knopen doorhakken. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Spannend. Oh, ik zit in zo'n moeilijke positie op dit moment. Dat heeft dus ook te maken met te veel zeggenschap. Kan je dat weggeven als je leven, je baby? Mm-hmm. Maar is het ook weer zo van, ja, maar juist met hun expertise. Bij mij gaat het dan over 2 hele bekende Nederlanders. Oké. Okay. Nou, wij hebben nu pas een grote investering opgehaald. Echt met venture capital. Hè. En ik moet zeggen dat het bij ons heel positief effect heeft eigenlijk. We hebben heel lang gezocht naar iemand die bij ons past. Ja, goed, waar twijfel je aan dan, als ik het vraag mag? Procenten en zo, en aandelen. En... Ja, het blijft koehandel natuurlijk. Het is echt op dit moment de grootste beslissing in mijn leven die ik moet gaan nemen. Ik denk dat ik wel 500 investeerders heb gesproken. Jeetje. Ik heb het een paar jaar geleden eerder gehad. Kwam er een investeerder naar mij toe. Toen zijn we 2 dagen in gesprek geweest. Totdat het moment kwam dat hij zei, hij was echt een miljonair. Ja. Dat hij zei van, ja, maar dan moeten we wel eventjes een paar witte poppen erbij doen. Dus ik zeg, je mag je geld houden. Ja, dat je dus zo puur bent. En dat zelfs op het moment dat er de gouden check ligt, dat je zegt, nee, mijn merk, mijn business, mijn visie, mijn product. Ja, dat is denk ik heel krachtig. Ik ga zo direct verder met jou praten. Ja. Ik kijk naar Julian als een gepassioneerd iemand voor zijn product. En iemand die nog steeds iedere dag leert in het ondernemerschap. Ja, we lopen hier zo weg, maar we gaan daar weer gaan verder daar koffie weer drinken. Echt, dan. Ja, echt. Nee, leuk joh. Ondernemers helpen elkaar verder. Waardevol voor jouw bedrijf en goed voor ondernemers in Nederland. Leer meer over investeren op rabobank.nl/groei. De coöperatieve Rabobank.